Introotje opnemen voor mij. Ja, dus, en dat doen we pas later, als het echt iets af is gekoeld. Ja. En daar 3 uur in. Heeft u ook? Oh ja, daar. Ja. Nou ja, deze jonge dame hier ook, die heeft net buiten... Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer 18 juli. We leven dus op zaterdag. En het is 12:36. En ja, onze Rijka is vandaag jarig en is 1 jaar geworden. Ja, waar is slecht? Ik geloof dat slecht te slapen onder de eettafel. Ja, we gaan eens even bekijken. Slecht niet te slapen, nee. Heel jarige Jetje. Ja. En daar hebben we onze lady nog steeds. Hé? En daar zit dochter Lief. Oh, helemaal. Een beetje, niet omhoog, maar even juist. Kantelen, juist. Dit, ja, dat vind ik best. Oké, ze vindt het goed. Nou ja, oké. Okay, dan. Geintje moet kunnen. Maar in ieder geval, we gaan vandaag het een en het ander ondernemen. Heb ik begrepen van haar? Wat weet ik niet. Introotje opnemen voor mij. Ja, dus, dat doen we pas later, als het echt af is gekold. Ja. En daar 3 uur in. Oh, nou, misschien heb ik dan ook wel weer wat anders aan als het mij te koud gaat worden. Ja, dus dat zien we dan wel weer. Ik ben nou luchtig gekleed, want het is nogal warm. Maar we gaan zo meteen wel even de hort op, even door de stad heen slingeren. Ik hoorde wat, maar ik weet niet wat. Maar in ieder geval doet het niet toe. Ik laat de bende wat bende niet. Dat vind ik morgen wel weer. Dan gaan we aan de grote opruiming beginnen. Maar in ieder geval, ik ga nou eens wel een bak koffie drinken. Want ik heb nog niks gehad, want ik moet altijd mijn maagtablet laten zakken. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet met Karin en mij mee. En ja, trouwens, nog weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beterboel. Maar niet alleen de Beterboel, ook mijn dochter Lief is er nabij. Ja, onze Karin. Wie anders? Dus, ik zei de gek. Ik zei de gek, zegt ze. Nou, dan heb je 2 ik zei de gek, want ik ben er ook een, hè? Ja, dat is mooi. Dus, maar oké, lieve mee, vrienden, ik zou zeggen... We spreken elkaar later. Gewoon weer. Ja toch? En ik neem jullie gewoon mee. Ja hoor. Want je weet maar nooit wat je tegenkomt. Nee. Ze zeggen tot later. Doei doei. Heeft u ook? Oh ja, daar ook. Ja. Nou ja, deze jonge dame hier ook. Die heeft net buiten zijn vrouwtje Karin eventjes in de struiken gehad. Ja. Want zij wou achter Kandalf aan. En dat had deze dame niet door. Nee. Ja, ik zag Kandalf niet. Die zag Kandalf weer niet. En het was hup, met de beentjes in de lucht. Ja, echt serieus en met de beentjes in de lucht. Maar ja, dat kan zeer doen krassen. Ja. Zoals daar zit er een. Ik weet niet of we daar met doekje bij zijn geweest. Hier ook. Nee. Maar ja, het gaat wel weer over voordat ze een oud kereltje is. Ja, toch? Ja hoor, en ze moet dan eventjes handcreme. Handcreme. Ja, nou, ik heb hele goeie. Ja, ook heeft u? Als ik hem in de la heb. Heeft u? Nee, ik moet even zoeken. Ik moet even zoeken. Ga maar zoeken. Maar oké, dat is dus een klein ongelukje. Moet kunnen, als je een kruising hebt van 3 honden. Benodig pitbull en husky, nee. Ja. Dus ja, we gaan ook straks natuurlijk weg. Ik zat vast met mijn stoel. Ja, dat is niet handig, man. Nee, we gaan straks weg, maar die blijft thuis en Rijka gaat mee. Ja. Dat is voor haar veel te warm. Ja, dus ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben Corina Luisterburg de Jong. En ik heb dus dit mooie YouTube-kanaal, wat heet...
Corina en de beestenboer, mijn hondje, mijn twee katten die thuis zijn. En jullie kunnen me vinden op Facebook, gewoon onder Corina Luisterburg-Lyon. En ik maak plaatjes, kunnen jullie ook op YouTube verwachten. Mijn beesten kunnen jullie op YouTube verwachten. En gewoon een gezellig ommetje door de natuur heen, of wat dan ook. Dus kom er gezellig bij! Ja, lieve vrienden, ik ben Corina Luisterburg-Lyon. Ja, en ik zit op YouTube. Ja, ja. En mijn YouTube-kanaal heet Corina en de Beestenboer. Want ik heb een hondje en thuis heb ik twee katten. En dat is helemaal geweldig. Ik kook af en toe, ik vlog over mijn dieren en ik vlog over de natuur. Waar dan ook naartoe. Dus kom er gezellig bij allemaal. Jullie zijn van harte welkom. Vergeet niet je te abonneren en op het belletje te klikken. Kom erbij! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Dat zien jullie natuurlijk wel aan mijn achtergrondje. Ja, ja. Karen die staat te huizen. In de keuken. In de keuken, die is bezig eten voor haarzelf klaar te maken. Yep. Die gaat een noedelsoepje maken met ei erdoorheen en weet ik wat nog meer. Nou, nee, ik hoef geen noedelsoep met ei erdoorheen. Want nee, maak ik het wel op een lekkerdere manier voor mijzelf klaar. Dan maak ik het een soort met nasi van. Ja, banietje, maar hoe je het noemen wil. Ja, maar oké, we hebben dus net even, hoe noemen we dat ook alweer, een intro gemaakt. Ja, op twee plekken, maar ik heb er net al uitgekozen welke plek ik zelf het leukste vind, maar zij vindt het ook leuk, Karen. Ja, nou, een lady die legt hier heerlijk naast me. En waar Rijka is, nou ja, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Die gaan we opzoeken. Ja. Waar is Rijka? Daar, ik zie er al. Hallo. Dag. Die ligt dus weer onder de eettafel verscholen. Ja, en zo'n klein hoopie dopie die... doe maar, dochterlief. Dank u, mevrouw lief. Maar in ieder geval, die legt dus weer daaronder. Mij maakt het allemaal niet uit. Ik ga daar zitten. Kom er zo aan. Dus ja, dat is allemaal toppie toch? Ja, we hebben even een geweldige middag gehad. Even lekker over de markt, et cetera. Nog mensen tegengekomen die ik jaren niet heb gezien. Ja, ik ook niet. En Karin ook niet. En zo kom ik zo lang niet tegen. Ja, Brigitte en Samuel van Zondijk. Ja, ja. Zo heten ze. En ik weet het niet zeker, maar ze hadden een winkel op poten gezet. Zo'n met meubels. Weggeefwinkel of zoiets, of een leenwinkel, ik weet het niet. Zoiets. Met meubels, et cetera. Ja. Ik verder niet weten, ik kom er niet. Ik wil die mensen in principe eigenlijk niet kennen, nee. Nee, weet je hoe het is om een schop in je rug te krijgen? Ja, zo dus. Zo dus, ja. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei!